Hallo allemaal, fijn dat jullie luisteren. In dit filmpje gaan jullie zien hoe je de samenvatting over tekst 4, Bont winkels uit, kunt schrijven. Wat is de bedoeling? Pak de samenvatting die je hebt geschreven erbij en zorg ervoor dat je aantekeningen kunt maken. Dit kun je op de computer doen als je je samenvatting digitaal hebt. Het kan ook in je schrift als je samenvatting daarin staat. Om deze samenvatting te kunnen schrijven, moest je gebruik maken van je antwoorden op de vragen 4 tot en met 11 bij opdracht 3. Je merkt dus dat je de tekst eerst goed moet begrijpen om er een samenvatting over te kunnen schrijven. Daarnaast is het heel belangrijk dat je weet welke verbanden er zijn tussen zinnen, want dan weet je hoe de tekst is opgebouwd en dat is natuurlijk van belang om een samenvatting te kunnen schrijven. Daar ga ik jullie mee helpen. Als je de tekst ook nog in je boek wilt lezen, de tekst staat op bladzijde 142 en 143. Er staat een opdracht, maak gebruik van je antwoorden op de vraag 4 tot en met 11. Gaan we eerst naar vraag 4. Daar staat, waarom voert Bond voor Dieren een actie tegen de verkoop van bont? Dit is de eerste alinea van de tekst. En we zien het heel duidelijk aan het einde van de alinea staan. Daar staat het antwoord. Eerst wordt er verteld, wij Bond voor Dieren voeren samen met de dierenbescherming actie tegen de verkoop van bont. Dan staat er, wij vinden dat de bontindustrie moet stoppen. Daar heb je dus het standpunt. Onderstreep de woorden wij vinden, want die geven een standpunt aan. En dan komt er een heel belangrijk woord, omdat. Omdat is een signaalwoord voor een redengevend verband. Onderstreep omdat, of markeer het. En dan weet je dat de reden gaat worden gegeven. En de reden is dus, het antwoord op vraag 4, omdat de bontindustrie voor zowel dieren als mensen problemen veroorzaakt. Bij vraag 5 moet je vertellen welke alinea's over dierenleed gaan en welke over mensenleed gaan. Dit zijn alinea 2, 3, 4 en 5. Je ziet hier ook heel duidelijk signaalwoorden. Alinea 2 begint met om te beginnen. Om te beginnen, dat is een signaalwoord dat een opsomming aangeeft. In alinea 3 zie je het woordje ook staan. Geeft ook een opsomming aan. Markeer die woorden. Dan zie je in alinea 4, de bontindustrie is verder. Verder geeft aan, er komt nog steeds een deel van een opsomming. Dat is belangrijk om te weten. En dan zie je in alinea 5 staan, behalve dat de gebruikte chemicaliën in de bontindustrie milieuvervuilend zijn, kunnen ze ook. Nou, dat is je laatste signaalwoord hier en dat geeft ook een opsomming aan. Dan ga je dus kijken welke alinea's gaan over dierenleed en welke gaan er over mensenleed. Alinea 2 en 3 die gaan over dierenleed en alinea 4 en 5 gaan over mensenleed. Je ziet in alinea 4 ook staan, is slecht voor het milieu, dat raakt dus de mensen. En in alinea 5 zie je staan, het kan ook negatieve effecten hebben op de volksgezondheid. Dus dat heeft ook effect op mensen. Gaan we verder met vraag 6. Bij vraag 6 moet je 4 situaties noemen waarin de dieren in de bontindustrie ernstig leed ervaren. Nou, je ziet hier alle antwoorden opgesomd staan. De antwoorden staan dus in alinea 2 en in alinea 3. Dan gaan we naar vraag 7 en 8. En vraag 7 luidt, welke twee nadelen kleven aan het gebruik van wildklemmen? Je mag je antwoord gaan opzoeken in alinea 3, die tip geven zal. Hier komt het eerste nadeel. Onderzoeken tonen aan dat dieren nog steeds een zeer pijnlijke dood sterven in de wildklemmen. Dat is je eerste nadeel. Dan wordt daarna het tweede nadeel genoemd. Veel andere dieren worden per ongeluk meegevangen. Zo heb je twee nadelen. Je ziet dat hier het woord bovendien gemarkeerd staat. Markeer dit zelf ook, want bovendien geeft altijd aan. Ik ga nog iets noemen. Er komt nog een deel van de opsomming. Dus op die manier kon je bij deze vraag ook makkelijk twee nadelen vinden, omdat het signaalwoord bovendien het tweede nadeel aangaf. Dan gaan we naar vraag 9. Het klimaateffect van 1 kilo nertsenbont is namelijk 5 keer zo hoog als dat van 1 kilo textiel. Noem twee oorzaken. Je moet dus nu twee oorzaken gaan noemen.
Dan gaan we lezen in alinea 4. Goed, wat we eerst al zien staan is het woord namelijk in de derde regel. Namelijk geeft redenen aan. En dan zien we in die vierde regel staan in de eerste plaats. In de eerste plaats geeft aan dat er dus weer een opsomming komt. En in de eerste plaats geeft dan ook de eerste oorzaak aan. En dat is de uitstootgassen van mest. Want stikstof, oxide en ammoniak dragen bij aan de verzuring en de vorming van fijnstof. Dan gaan we kijken of we de tweede oorzaak ook kunnen vinden. Ja, die staat er ook. Er staat zelfs letterlijk een tweede oorzaak. En die tweede oorzaak, dat zijn de zware chemicaliën die gebruikt worden bij de bewerking en de kleuring van de vacht. Vraag 10. Geef op basis van alinea 5 aan wat er in het schema van oorzaak en gevolg bij B en C moet staan. Bij A staat er gebruikte chemicaliën blijven aanwezig in kleding met bont. En jij wilt dus vakje B en vakje C in gaan vullen. Als er sprake is van een schema van oorzaak en gevolg, dan verwacht je dus een oorzakelijk verband. En je verwacht misschien ook wel een concluderend verband. Dus dan moet je goed weten welke signaalwoorden daarbij horen. We gaan de alinea's lezen. We zien dat het begint met ze blijven namelijk aanwezig in kleding met bont en kunnen direct door de huid worden opgenomen. Dit is eigenlijk wat er bij vakje A staat. Dan lezen we verder, mensen die kleding met bont dragen worden dus A. We zien een signaalwoord dat hoort bij een conclusie, bij een concluderend verband. En hier komt dan dus ook het antwoord dat hoort te worden geplaatst in vakje B. Mensen worden aan die chemicaliën blootgesteld. Dan lees je verder en dan kun je ook vakje C invullen. Nu komen we bij het uiteindelijke doel van de opdracht, namelijk het schrijven van de samenvatting. Hopelijk ga je nu ook zien hoe het maken van de opdracht heeft bijgedragen aan het schrijven van de samenvatting. Je ziet dat de samenvatting begint met een standpunt en een argument. Dat was ook een van de eerste vragen die je moest beantwoorden. Daarnaast zie je heel duidelijk dat de samenvatting is opgebouwd uit twee delen. Eén deel gaat over dieren, één deel gaat over mensen. En dat sluit mooi aan bij die vraag waarbij jij moest bepalen welke alinea's over dierenleed gingen en welke alinea's over mensenleed gingen. Vervolgens zie je in die tweede alinea dat het gaat over situaties waarin de dieren in de bontindustrie ernstig leed ervaren. Nou, dat heb je uitgezocht bij vraag 6. En alles wat je leest in die laatste alinea, dat heb je uitgezocht bij vraag 9 en 10. En dat is dus ook de informatie geweest die je moest gebruiken bij je samenvatting en die kun je nu nakijken. Nu je samenvatting hebt nagekeken, kunnen we een aantal conclusies trekken. We kunnen namelijk bepalen welke elementen wel en niet belangrijk zijn voor de samenvatting. Ten eerste zien we dus dat een standpunt, argumenten en onderbouwing ontzettend belangrijk zijn voor een samenvatting. Wat mij ook is opgevallen, en ik hoop dat het jullie ook is opgevallen, is dat dat vaak informatie is die in de eerste zin van een alinea wordt gegeven. Deze zinnen worden ook wel kernzinnen genoemd. Er is ook informatie die niet belangrijk is voor de samenvatting. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de aandachttrekker. Die ging erover dat het buiten nu al lekker warm wordt, maar dat er toch weer een periode aan het eind van het jaar komt waarin het koud en guur is. Dat is niet van belang als je deze tekst kort en bondig wilt samenvatten. Dat is slechts informatie om de aandacht van de lezer te trekken als je een langere tekst hebt geschreven. Voorbeelden hoeven ook niet te worden gegeven. Dus dat het gaat om dieren als vossen, nertsen, wasbeerhonden enzovoort, dat is niet belangrijk. En tot slot heb je het slot ook niet nodig om je samenvatting te kunnen schrijven.
Het slot bevat een hele summiere, echte mini-samenvatting. En die heb jij niet nodig. Op deze PowerPoint-slide zie je wat de verplichte informatie-elementen zijn die jouw samenvatting moet bevatten. Je ziet dat er 26 verplichte informatie-elementen zijn. En je kan nu rustig de tijd nemen om te checken of jouw samenvatting die elementen dus ook bevat. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. En tot de volgende keer.